ben gisteren bij de 7-day recharge event geweest. Het was echt super leuk. Daarover straks meer, maar ik ga jullie eerst even uitleggen wat nou eigenlijk de bedoeling is van de komende week. Morgen is het maandag en dan begint mijn 7-day recharge week. Deze heb ik eigenlijk al een tijdje liggen. Maar ik was nogal aan het plannen van wanneer moet ik dat nou doen. Het evenement van gisteren heeft me echt het laatste setje gegeven om te besluiten om er vanaf maandag voor te gaan. Ik heb besloten dat ik maandag gewoon ga beginnen aan de 7-day recharge. Had ik veel eerder moeten doen. En dan dat ding nog. Die ga ik nu weghalen. En ik ben best wel gezond, vind ik. Maar er staan toch wel een paar dingen tussen waar ik ook heel erg moeite mee ga hebben. Nee zeggen tegen zuivel, eieren, vlees en vis. Suiker, bewerkt zout. Gluten, alcohol. Bewerkte kunstmatige zoetstoffen, kleurstoffen, dat soort dingen. En dan komt hij, de allerergste voor mij. Ik zit er nu nog even aan. Koffie. What? Ik drink minimaal 3 koppen koffie per dag. Maar dat zijn de dagen dat ik echt oplet. Er zijn ook dagen dat ik veel meer koffie drink nog. Dus dat wordt een pittige deze week. En ik ga jullie deze week meenemen in de vlogs over hoe het mij allemaal afgaat deze recharge week. Woensdag, vrijdag en zondag. Dus kijk lekker mee hoe het mij deze week afgaat. En misschien dat je zelf ook wel een keertje de recharge wil gaan doen. Daarover meer in de beschrijving hieronder. En nou, let's do it! Zo, snel weg. En alle kinderen blijven thuis bij Papa Bart. Hey Jackie, vind je het leuk? Vind je het leuk bij Bart? Ja toch, gezellig. 2 mutsen onderweg naar Health City. We zijn er bijna bij de Recharge Start Event. Wee! Let's do this! Ik hoop dat je een beetje gevoeld hebt wat het effect is van yoga en van het aanpakken van die spanning in je lijf. Wat bewuster van mijn naam is Hidde de Vries. Ik heb de 7-day recharge ontworpen en ontwikkeld over de afgelopen 6 jaar. Om 10 uur worden we geprikkeld en gedaan. We worden heel gelukkig van kwark, maar we worden ook heel gelukkig van hamburgers. En dat is dus ook gewoon precies wat we doen. En deze week is natuurlijk een week om even terug te schakelen naar die basis. En die basis die vinden wij wel heel erg belangrijk. Recharge week voor mij op dit moment heel erg goed vindt, is omdat ik de laatste tijd onwijs het gevoel heb dat ik echt achter dingen aan het rennen ben. En dat is vooral achter mijn vrije tijd. Want elke keer dan zeg ik tegen vooral mensen om me heen, sociale contacten, zeg ik ja, maar dan heb ik meer tijd. Ja, maar wacht nog even, want dan komt er een rustige periode aan. Maar die rustige periode, die komt nooit. Het blijft gewoon helemaal vol in mijn hoofd met ideeën, met dingen, met oh, ik moet dit nog doen, oh, ik moet dat nog doen. En het is echt zo'n ja. Dit ben ik. Echt niet normaal. En dit is dus ook een plaatje uit het boek. En dus wil ik dit echt gaan aanpakken. Ik wil efficiënt kunnen werken in de kostbare uren die ik heb. Wil ik zoveel mogelijk kunnen doen, kunnen plannen. En ik wil daar vrede mee hebben. Dus ook gewoon een keertje op de bank kunnen gaan zitten naast mijn vriend. Zonder te denken van, oh, ik wil eigenlijk liever dit of dit nog even afmaken. Of dit nog even verder uitwerken. Of dat nog doen. Of dit idee. Of die mailen. Of zo zit ik heel vaak. En dan zit ik wel, maar dan heb ik alsnog geen rust. En dat is iets wat ik voor mij persoonlijk heel graag zou willen aanpakken deze week.
Nou, heel erg bedankt voor het kijken. En ik hoop echt dat jullie komende week met me mee gaan kijken. En natuurlijk ooit misschien ook mee gaan doen. Of tips eruit kunnen gebruiken. Natuurlijk, als je meer wil weten erover, laat even weten in de reactie hieronder. Of er iets anders over te zeggen hebt. En natuurlijk, geef een duimpje en even abonneren. Even abonneren, zodat ik jou kan blijven motiveren. Doei! En wie is er logeren bij ons? Tisa! Gezellig. Ja. Twee honden uitlaten en dat denk ik ook nog even te gaan volgen. Nou.